Hoi, leuk dat je er weer bent. Ik ga vandaag een make-up look maken geïnspireerd op de nieuwe Star Wars film The Force Awakens. Het is een dark side look met een donkere ooglook, donkere lippen. En ik gebruik daar onder andere deze speciale Star Wars producten van Max Factor bij. Die heeft een speciale Star Wars lijn, heel erg cool. Daarom gebruik ik in de make-up look onder andere deze lipstick en deze mascara. Ik zag de trailer van de film, het zag er echt heel cool uit, spannend uit. Eigenlijk niet wat ik direct had verwacht van Star Wars. Mijn vriend is ook dol op de Star Wars films, dus ik wil me zeker met hem ook gaan zien. En ik heb me voor deze look laten inspireren op de looks van Pat McGrath, die geïnspireerd zijn op de film. De light side en de dark side, en ik heb gekozen voor de dark side. Genoeg gepraat, laten we maar heel gauw beginnen. We gaan beginnen en ik begin zoals je wel kon verwachten met foundation. Dit is de Estée Lauder Double Wear Stay in Place Make-up in de allerlichtste kleur Shell. Wanneer de foundation erop zit, ga ik verder met de concealer, de Pro Conceal van LA Girl in de kleur Porcelain. Deze brengt niet alleen aan onder mijn ogen, maar ook op bubbeltjes en andere plekken waarvan ik vind dat ze wel iets meer dekking kunnen gebruiken. Om mijn wenkbrauwen in te kleuren ga ik aan de slag met de Sur Shields Gel van Lancôme in de kleur blond nummer 1. Dit is een gel wat een beetje gek is om mee te werken in het begin, maar ik vind dat het wel een heel mooi natuurlijk effect geeft. Oogschaduwbasis van Urban Decay voordat we aan de slag gaan met alle oogschaduws en andere oogproducten, zodat ze goed blijven zitten. Om een mooi zwart lijntje te zetten gebruik ik de Excess Shimmer van Max Factor in nummer 30 Onyx. Met dit product ga ik een lijn zetten met een schuin afgesneden kwastje en ik trek hem lekker ver door. Dan trek ik hem naar binnen in mijn arcadeboog. En het is niet erg als je een beetje knoeit, want we gaan dit verder ook invullen met de Excess Shimmer. Als je het andere oog gaat doen, let er goed op dat je de twee gelijk maakt. Lijnen zetten, heel voorzichtig in stukjes en inkleuren. Voor het meest intense effect gebruik ik een matte zwarte oogschaduw uit het Naked 2 palet van Urban Decay. Dit is Blackout. En die zet ik over het product van Max Factor heen aan. Je ziet nog steeds wel de glittertjes, dat vind ik een mooi effect, maar de kleur is net even wat intenser. Met de Smoky Eye Drama Kit van Max Factor in Lavish Onyx nummer 2 ga ik verder inkleuren. En dat doe ik als eerste met deze donkergrijze kleur. Die breng ik iets aan over de zwarte oogschaduw en vooral ook daarnaast om een mooi ombre effect te maken. Als ik dat gedaan heb, dan breng ik de glanzende kleur die erboven in het paletje zit aan, weer naast die grijze kleur. En ook een beetje langs de onderste wimperrand. Nog even wat zwarte oogschaduw langs onze wimperrand aan de buitenkant. En tot slot van de oogschaduw is deze witte glanzende highlighter uit het oogschaduwpaletje in de binnenste ooghoeken en een klein beetje op het wenkbrauwbod. Voor nog iets donkerder en intenser effect gebruik ik deze eyeliner. Dit is de Max Factor Color Expert Waterproof Eyeliner in zwart. Ik zet een heel dun lijntje langs mijn wimperrand en ik wing hem uit naar boven. Met de wing die we net al gezet hebben mee. Voor mijn wimpers gebruik ik de Star Wars Limited Edition False Lash Effect Mascara. Die speciaal voor de film een mooie Star Wars makeover heeft gekregen. Ik breng hem aan op zowel de bovenste als de onderste wimpers. En dan gaan we verder met het gezicht, de gezichtsmake-up. Eerst wat bronzer, NARS Laguna bronzer, om mee te contouren langs mijn gezicht. Voorhoofd, neus, kin. Ik gebruik de Max Factor Cream Puff Blush in nummer 5 Lovely Pink.
tijd voor de lippen, het laatste onderdeel. Ik ga ze omlijnen met de Max Factor Color Elixir Lip Liner in Mauve Mistress, nummer 8. Dit vind ik een hele mooie, matte, donkerpaarse lip liner. En ik kleur ze ook gelijk een beetje in. Er zijn twee speciale Star Wars lipsticks. Ik kies ervoor om de donkerrood te gebruiken. Die breng ik aan over de lip liner en het creëert een heel licht ombre effect, wat ik wel tof vind. En dan was dit de laatste stap. En dat was dan de make-up look. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En mocht je hem nou gaan namaken met je eigen producten, zou ik het heel tof vinden als je me daarvan een foto stuurt. Dat kan via social media, zoals bijvoorbeeld Twitter en Instagram. Op allebei de kanalen heet ik Vera Camilla. En zorg ervoor dat je er ook even de hashtag GlamourForce bij gebruikt. Oh ja, en de film draait 16 december in de bioscoop, mocht je geïnteresseerd zijn en hem ook willen gaan zien. En dat was dit voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!